die zijn er wel. Oktober, we zijn hier bij de Pleintap toe en voor het eerst op het natte gras van het Garenmarktplein. En is het nou de eerste keer voor u dat u hier bent? Nee, geloof ik al zolang we wel hier vanaf mijn kinderwagen. Een ware traditie zou je kunnen zeggen. Ja. En ik heb deze bandjes en die gaat in het plakboek. Ja, ik heb een zoon bij KHG. En wat speelt hij dan precies? Soes. Die hele grote achterin. Ah, oké. Dus die is niet te missen eigenlijk? Je ziet hem zo, ja. Je weet precies waar die loopt. En zit u nou lang in de regen? Ja, vanaf half 1. Half 1 al? En heeft het nog even wat langer moeten wachten, begreep ik. Ja. Maar gisteravond was het met de taptoe ook slecht weer. Maar toen waren er weer twee kleinkinderen die meeliepen. Nou, dan ga je gewoon in de regen zitten, toch? Waar kijk je nou het meest van uit vanmiddag? KNG. En waarom KNG? Leerlingen van mij. Ik heb jeugd-EHBO gegeven. En dus, op school. En die lopen ook mee. En ook de Florabet. Dus collega's van mijn vader, van mijn broer. Ja, superleuk natuurlijk. Leuk met publiek. Weer kunnen genieten. Het was een beetje jammer van het weer, maar wij hebben droog de show kunnen lopen. Dus dat is altijd fijn. De laatste optreden, ja. Ja. En hoe kijkt u terug op dat laatste optreden dan? Fantastisch. Ja, met een lachende traan. Echt. Nou, er zijn nu niks heel veel mensen die al 20, 25 jaar lid zijn bij ons. Dus nou, die willen gewoon erbij blijven. Ja. Het gewoon meemaken is gewoon superleuk om dit te doen, zeg maar. Een andere locatie, hè? Garenmarktplein. Hoe was dat? Ja, het was lastig. Grasveldje, stenen, maar op zich allemaal goed te doen, zeg maar. Ze hadden het goed opgeknapt, zeg maar, ondanks de regen van ongeveer 24 uur. Ja, leuke locatie natuurlijk. Het is een beetje uitdagend met lopen. Verschillende ondergronden. Maar goed, daar slaan we ons ook wel weer doorheen.